Een man is maandag aan het einde van de middag in een machine gevallen. Dat gebeurde bij een steenfabriek aan de Merwedestraat in Dordrecht. Hoewel werd gevreesd voor erger, kwam hij met de schrik vrij. De man werd bevrijd en zijn verwondingen bleken mee te vallen. Wel is hij voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. De arbeidsinspectie onderzoekt wat er precies is misgegaan.